We zijn op pad met Nadia en haar zoontje Sasha in Siberië, Rusland. Tot voor kort zwierven Nadia en Sasha door de straten van dit nu ijskoude stadje. Wat moet ze daar elke dag? Asbest was ooit het toonbeeld van het Russische arbeidersparadijs vanwege de grondstof asbest. Maar de fabrieken zijn bijna allemaal dicht. En ook Nadia raakte haar werk kwijt en belandde met haar zoontje Sasha op straat omdat ze de huur niet meer kon betalen. Сюда приходили, утром опять на улицу куда-нибудь уходили. Вот. Помнишь, Саша, да? De school van Sasha kreeg lucht van de zwerftochten van Nadia met haar zoontje en stelde de kinderbescherming op de hoogte. We вызвали милицию, это, но мы ушли с ним как раз в этот момент. Мне кажется, любой матери неохота расставаться со своим ребенком, всегда вместе охота быть. Ну, я думаю так. Nadia werd uiteindelijk opgevangen door Mission Possible, samen met haar zoontje. De opvangmogelijkheden van Mission Possible zijn beperkt. Daarom moeten 16 moeders en 19 kinderen nu 3 slaapkamers delen. Jullie slapen samen in één bed? Да, мы вместе спим в обнимочку. Hier leren de moeders hoe ze hun leven weer op de rails kunnen krijgen. En dat bleef niet zonder resultaat in het leven van Nadia. Вообще на жизнь по-другому смотрю. Я думаю, что все будет хорошо. Helpt u mee om meer moeders als Nadia op te vangen? Maak dan uw gift over op Giro 300 300 van EO Metadaad in Hilversum onder vermelding van Rusland.